De regering blijft de situatie in Brokopondo monitoren. Minister Albert Ramdien zegt namens de regering dat er nog steeds hulp geboden wordt aan de gebieden in het district die getroffen zijn door wateroverlast. Waar nodig worden er ook mensen geëvacueerd. De evacuatie is gaande tot op een paar uur geleden in Brokopondo, waar de mensen zullen worden ondergebracht in het logeergebouw. Anderen zijn naar familie, maar er wordt op dit moment ook bekeken de tenten die opgeslagen kunnen worden om evacuanten te huisvesten. Noodhulp wordt verschaft, dat is water, medicatie en de voedselvoorziening. Dat gaat gewoon voort. De forecast helaas is niet de goede. Het gaat blijven regenen, het neemt toe. Dus de zorg is nadrukkelijk. Met staatsolie wordt continu contact gehouden met betrekking tot hoeveel water er gespuit wordt. Helaas, de natuurlijke omstandigheden helpen niet mee, want als het blijft regenen moeten de spuigaten volledig open zijn. Dat betekent dat we dus zorg moeten hebben continu voor de bevolking in dat gebied. Verschillende parlementariërs zijn de mening toegedaan dat de nodige informatie uitblijft en dat de regering de ernst van de situatie nog niet inziet. Ook zijn ze van mening dat degelijk onderzoek in de kwestie wateroverlast Brokopondo nog steeds uitblijft. Maar een aantal harde informatie over de lake level, het niveau van het water van het afgelopen 2 jaren, dus het speelprogramma van de afgelopen 2 jaren, want we weten dat vanaf 2020 het water stijgt. Die informatie krijgen we niet, voorzitter. Hoeveel, wanneer gespeeld is. Waar is de emergency plan? Dit soort zaken bij zulke grote werken, dan heb je altijd een emergency plan. Waar is een communicatieplan? Waar is de monitoringsplan? Welke gebieden, als je gaat spelen, 1, 2, 3, 4, met zoveel duim open en dan meer duim open, welke gebieden zullen onder water gaan? Dat werd vroeger gedaan. Het volk van Brokopondo crepeert. Dat moet ik u zeggen, meneer de voorzitter. Het water in de Suriname rivier, het water in die dorpen is aan het stijgen, meneer de voorzitter. Eergisteren heeft staatsolie doorgecommuniceerd via het traditioneel gezag dat men geen andere keuze heeft, voorzitter, om de capaciteit van het spillen van 6 voet te brengen naar 10 voet, voorzitter. En er is op geen enkele wijze gezegd aan die mensen waarop zij zich moeten voorbereiden. Als we kijken naar de planning om uiteindelijk te gaan spuien richting augustus, is het heel erg belangrijk dat de organisatie, SPCS, dus Staatsolie Power Company, dat ze uitzetten hoe zij de samenleving willen bereiken. En niet via andere organisaties of via andere of derden, maar dat zij persoonlijk de samenleving proberen te bereiken, zodat de communicatie duidelijk is voor de samenleving. De situatie waarin men nu is beland, misschien weten we of weten we niet, maar misschien is het nodig dat er onderzoek wordt gedaan van wat de toedrachten allemaal zijn, zodat de samenleving weet wat er speelt. Minister Ramdien en de parlementariërs spraken gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée. President Santokki heeft voor vanavond experts uitgenodigd die zich moeten buigen over deze kwestie en korte termijn oplossingen bedenken. Het staatshoofd benadrukt dat de geboden hulp en de evacuatie geïntensifieerd moeten worden. Vrijdag zal de regering verdere besluiten nemen.